Dan wordt een klote dag nooit old. We zijn er niet vandaag. Wat kan ik voor u doen? Wij zouden graag het gastenboek even zien. Mara, dat is zijn naam. Tenminste, daar heeft hij toch mee getekend. Fransman, Belg? Nee, Hollander, net als jullie. Een zakenman. Hij kon ergens anders een kamer vinden. En u had nog wel? Ja, ik heb er twee op één kamer gelegd. Dan heb je altijd plek. Sorry? Ja, ze betalen toch niet. Dus als er iemand komt die wel betaalt, dan schuiven ze in. U bent toch wel een hotel? Misschien wilt u met de gasten praten? Ja, graag. Zijn ze dood? Nee. Ze doen een middagdutje. Oké, wakker worden allemaal. Ja, hallo, wakker worden allemaal. Mijn collega Paul de Vos en ikzelf, mijn naam is Tom Kaufman. Wij zijn hier omdat er vannacht een moord is gepleegd in dit hotel. Ik zou eigenlijk van de heren willen weten wie van jullie ons gebeld heeft. Iemand heeft gebeld. Een man. Ik denk iemand van hier. Oké, iemand die luistert naar de naam Mara is vannacht in dit hotel in bad doodgestoken. En nu zijn wij heel nieuwsgierig of iemand van u iets gezien heeft of iets gehoord. Er zijn twee plekken om het hierover te hebben, ofwel hier ofwel op het bureau. U denkt dat wij getuigen zijn? Niks gezien, niks gehoord, niks gemerkt. Niemand van ons heeft iets gemerkt. Totdat Luitse vanochtend de badkamer wilde gebruiken. Luitse? Luitse Brouwer, om precies te zijn. Luitse is de voornaam. Dus u heeft gebeld? Nee, ik heb niet gebeld. Ik heb gezien wat u ook heeft kunnen zien, een man in een bad met een mes in zijn borst. Ik heb de anderen geroepen, ze hebben het allemaal gezien en daarna hebben wij juffrouw Cordé gewaarschuwd. Om haar te vertellen wat er was. Zet toe. Hoe? Marat, en die is dus vermoord in bad. Jean-Paul Marat? Ken je hem? Nee. Wij weten zijn voornaam niet. We weten helemaal niks. Die man had niet eens een paspoort. Alles wat hij had waren de kleren die hij droeg. Ze zeggen dat het een hotel is, maar volgens mij komen er alleen maar zwervers. En het wordt gerund door een juffrouw Cordé. Charlotte Cordé? Ja, ken je die wel? Nee. Eigenlijk hebben we helemaal niks, hè. Geen vingerafdrukken op het mes. Er is wel gebeld naar de politie dat er een moord is gepleegd. Maar ja, als je er naar vraagt, niemand heeft iets gezien of gehoord.
Maar als je het mij vraagt, weet die Rob Piet daar meer vanaf. Robespierre? Nee, Rob Piet, dat is een van die zwervers daar die daar... Wat is er nou, man? Jullie zijn dom, dat wil je niet weten. Zo dom. Nou, dan krijgen we die weer. Ja, en jij bent slim. En intelligent. Dat is hetzelfde. Nee, dat is niet hetzelfde. Die Charlotte Corday, hè, had die pijpenkrullen? Ja, dus je kent haar wel. Nee. Maar alle dames in die tijd hadden pijpenkrullen. Wacht dan even. Kijk eens hier, in het midden. Ik weet het goed met jullie gemaakt. Jullie gaan een beetje die gasten na. Ik ben een paar dagen weg. Goedemiddag, ik kom een intrek nemen in uw hotel. Wij zitten vol. Nee hoor, dat zit u niet. Mijn naam is Van der Scheur, ik werk bij de politie. Sterker nog, ik ben de baas van het spul. Maar u zei net... Ik kom bij u wonen. U zegt gewoon dat ik een oude kennis ben, dat zegt u tegen al uw gasten. En waarom zou ik dat doen? Omdat u geen Charlotte Corday heet. En waarom dan wel niet? Omdat Charlotte Corday allang dood is. Wat komt u hier eigenlijk doen, meneer Van der Scheur? Ik kom een moord oplossen. Er is hier namelijk een moord gepleegd en vrij recentelijk ook. Wanneer heeft u die naam in het register geschreven? Welke naam? Marat. Jean-Paul Marat werd namelijk op 13 juli 1793, ja, dat is 2 eeuwen geleden, vermoord. Hij zat in bad en kreeg een dolk in zijn hart. En als u nou die naam voor de moord in het register heeft geschreven, dan bent u toch wel erg verdacht. Ik ben onschuldig. Draagt u die naam allang? Nee, mijn naam is Van den Akker. Ik kom uit Vlaanderen. Liegen is hier zo gemakkelijk. Niemand heeft een paspoort. Over Charlotte Corday. Ja, maar eens kijken. Het is een plaatje van Marat in bad en Corday die de dolk in zijn hart steekt. Mm-hmm. Dat heet plaatje, zeg nou wel, zijn 80. Wat krijgen we nou zeg? Is er zo'n toneelstuk over? Toneelstuk? Er was toch wel echt een lijk daar? Hé, Tommy, er was toch wel echt een lijk daar? Ja, volgens pathologie wel, ja. Ja. U hoorde mijn naam en toen dacht u... Wat vreemd is dat. Zeker als er een man genaamd Marat sterft in bad. Jean-Paul Marat, revolutionair betrokken bij de Franse revolutie, licht ontvlambaar type, kon niet echt goed opschieten met Robespierre. U weet wie Marat vermoord heeft. Ik ben onschuldig. Daar ga ik vanuit. Waarom? U ziet er zo onschuldig uit. Oh ja? Of zegt u zomaar wat? Ogen vol majesteit. Pardon? Charlotte Corday werd in datzelfde jaar onthoofd samen met Marie Antoinette. De een om een politiek idee, de ander om moord. De moord op Marat. Ik heb mezelf vandaag slecht in de hand, vindt u niet? Ja. Men heeft zo van die dagen. U hoeft niks te zeggen, hoor. Met uw mond bedoel ik. Want uw ogen zeggen genoeg. Ik denk zelfs dat u met die ogen kunt zien hoe ik me voel. Zal ik het zeggen? Maar wel blijven kijken, hè? Nee. Moet u wel blijven kijken, hoor. Als een berg as.
Een Himalaya van as, helemaal uitgedoofd van binnen. Ben ik, was ik, maar nu... Meneer, u praat in raadsels. Zo, nou. Oké, zal ik het zeggen? Ik val als een blok voor je, mens. Je brengt me hele hart op hol. Zo beter? Dan vind ik het mooier wanneer u in raadsels praat. Heel gek. Die ogen van u, wat die kunnen. Zal ik je zeggen wat ik ga doen? Ik ga je redden van de guillotine, Charlotte Corday. Charlotte Corday heeft Mara helemaal niet vermoord. Het gebeurt ons niet vaak dat wij een nieuwe bewoner mogen begroeten. Aangenaam van de Schuur is de naam. Pierre. Robert Pierre. U bent... Op de vlucht, ja. Voor wat? Voor wie? De onvoltooid verleden tijd. Oh. Dan zult u zich thuis voelen hier. Nou en of. Er valt hier een dode te betreuren, heb ik gehoord. Een voorbijganger. Iets van voorbijgaande aard? Ja. En de moordenaar is in ons midden. Wij praten niet veel hier. Mensen die veel praten kunnen beter vertrekken. Liefst zo snel mogelijk. Volk! Mijn naam is Van der Scheur. Ik ben van Kamer 9. Aangenaam. Meneer. Jozef Boze. Meneer. August Bergeijk. Weet u wat het is, meneer Bergeijk? Waar het de Amerikanen aan ontbreekt, is elk besef van verhoudingen. Ze kennen de gulden snede niet. Daarom is altijd alles bij hun buitenproporties. Groot is ook een waarde, meneer Van der Scheur. Meneer... Brouwer. Luitsen Brouwer. Luitsen is de voornaam. Godverde gloeiende vinketering. Heren, wat kunnen wij voor u doen? Wat moet jij hier? Ik ben gast hier. Ken ik u? Ja. Nee. Nee. Nee? Nee. Ja. Nee. Zeg, luister eens, tuinkrouter. Als jij zo nodig undercover moet... Nee, meneer, wij kennen u niet. We hebben een beetje onderzoek gedaan. Het gaat over een toneelstuk met een psychiatrische inrichting in Marat. Ja, Robespierre en zo. Die namen die zijn niet echt, hoor. Kom nou. Wat? Charlotte de Corday? Levensgevaarlijk. Bedankt voor uw tijd. Als u vragen heeft, kunt u altijd bellen. Ja, gaat Paul, niet ga ons je mee? Onderzoek lopen. Kom maar. Want ik krijg je. Boeken wil mijn pakje, hoor. Dit zijn agenten, meneer Van der Scheur. Ja. Maar heel en al de draad kwijt. Heren, onze lieve heer heeft rare kostgangers. Meneer Brouwer. U bent de nieuwe, hè? De heer Pierre heeft me al voor u gewaarschuwd. U bent bezig, zie ik. Ik ben de stelling van Pythagoras aan het ontkrachten. Mocht het mij lukken te bewijzen dat a kwadraat plus b kwadraat niet onder alle omstandigheden gelijk is aan c kwadraat, dan heb ik de wiskunde een definitieve slag toegebracht. En? Zelfs als a de waarde 0 beloopt, is de stelling van kracht geldt ook in het gebied van de negatieve getallen. Ik onderzoek nu de absolute oneindige getallen. En daar begint de zaak te verschuiven.
Dus oneindig in het kwadraat plus oneindig in het kwadraat... Kan nooit meer zijn dan oneindig, tenzij wij een differentiatie aan zouden brengen in het oneindig. Dat sommige zaken meer oneindig zijn dan andere zaken. Toen ik dat beweerde, werd ik ontslagen. U heeft die dode man gevonden? Was een schok zeker? De dood is een soort eindigheid. We hebben afgesproken daar niet over te praten. Verder ben ik bezig met geen werk. Begint haast te krijgen. Ik wil alleen maar weten wie het was. Zijn naam was Mara? Nou, dat denk ik niet. Nee? Ik denk dat die naam verzonnen is. Ik zou het niet weten. Hij was hier ook maar voor één nacht. U heeft hem dus gesproken. We hebben afgesproken slechts met de politie te praten. En met niemand anders. Ik heb het met meneer Brouwer erover. Meneer Brouwer wil liever niet gestoord worden. Dan heeft meneer Brouwer een probleem. Nee, u hebt een probleem. Nee, meneer Brouwer heeft een probleem. Ik ken het werk van Luitzen Brouwer, de intuïtieve wiskunde. Die gebieden waar de wetenschap fouten maakt en waar het die moet erkennen. Heb ik dat zo goed gezegd? Nou, het gaat eigenlijk om te bewijzen van het tegendeel. Kijk, het intuïtionisme die alle definities die een niet-constructief karakter hebben aan kritiek onderwerpt, in het bijzonder natuurlijk de bewijzen uit het ongerijmde afwijst. En de echte Luitzen Brouwer is dood. Meneer Luitzen Brouwer is gestorven in 1966. Heb ik ongelijk, meneer Boze? De kunstschilder heeft ze allemaal geschilderd. Lafayette, Marie Antoinette, revolutionair, koning. Alleen van u weet ik de sterfdatum niet, maar uw werk dateert van de laat 18e eeuw. Het werk van August Bergeijk, dat ken ik niet. Maar we zijn allemaal niet wie we zijn. Wat wilt u? De verleden tijd voltooien meer niet. Zodat de onvoltooid verleden tijd een voltooid verleden tijd wordt. Ik neem me niet kwalijk. Wat zou ik u kwalijk moeten nemen? Die Marat, wie was hij? Wat deed hij? Hij was filosoof, denk ik. Daar had hij het een keer over. Dat hij filosoof was van de wil. Zijn is willen zijn, zei hij. Iemand zijn is iemand willen zijn. Iemand anders zijn is iemand anders willen zijn. Hij heeft ons van de straat geplukt en hier neergezet in dit hotel. Hij wilde zijn denkbeelden toetsen aan ons. Waarom aan jullie? We wilden allemaal iemand anders zijn. Waarom zou je in godsnaam iemand anders willen zijn? Als men niets is, meneer Van der Scheur, dan wil men vroeg of laat iets zijn. Noem dit maar niets. Ik heb iedereen gevraagd naar de eetzaal te komen. Zou u misschien zo vriendelijk willen zijn? Ik kom zodra mijn haar klaar is. Ik zou liever hebben dat u gaat. Ik voel me zo naakt zonder mijn krullen. Nou, kom. Jullie hebben toch wel wat te vertellen? Kijk. Als u van de politie zou zijn, dan was het wat anders. Maar Pierre zegt dat u ook op de vlucht bent. Ik ben chef van de politie. Ik zou maar geen bad nemen als ik u was. Maar dat was zeker geen vreemdeling, hè? Nee. Maar daar is een bliksemschicht. Een bol bliksem die je naar binnen schiet wanneer hij maar wil. Drinkt een stuk in zijn kraag. Scheldt ons allemaal de huid vol en is weer weg. Maar hij betaalde wel de hele drankrekening.
Heren? Jullie hebben toch niet op mij gewacht, hè? Mara. Drank? Ik dacht wel dat jullie droog zouden staan. Hoe hij heette, weet niemand hier. Maar niemand hier heet zoals hij werkelijk heet, dus ook Mara niet. Jij bent laat, Mara. Ach, wat is laat. Je wordt wel eens opgehouden onderweg. Waar is mijn schoonheid? Moet hier ergens zijn, zal ik vragen of ze iets te eten voor je maakt. Je zult wel honger hebben. Laat het nemen. Nee, ik drink niet meer. Ah, kom op. Er is een oor aan je kop. Ik zei, ik drink niet meer. Ja. Wat wil je nou? Moet ik het dan bij je inrammen? Ik drink niet meer! Hé, Mara, zo kennen we je niet. Zo was hij anders nooit zo boosaardig. Alsof hij dronken was. Hij had geen druppel gedronken. Volgens de patholoog had hij wijn gedronken. Dat was die avond later, veel later. Wil je ons verhaal nou horen of niet? Ja, omdat ik niet drink, dat wil niet zeggen dat we niet vrolijk kunnen zijn. Huh? Waar is mijn schoonheid? Kom nou, Charlotte! Maar eerst niet eens even zitten. Jij zal wel wat te vertellen hebben. Ja, straks. Hij wilde niks zeggen. Begreep het niet. Meestal praten die honden uit. Wie is die man? Ik ben zenuwarts in Rusten. Een jaar of twee geleden ben ik de genezende directeur nog eens een keer tegengekomen. Hij zei, Bar, mensen als jij hebben wij nodig. De jongen van nu hebben geen idee van de mens. Hij wilde je terug. Hij wilde me terug. En? Ik denk erover na. Ze zouden iemand als ik kunnen gebruiken. Dat denk ik wel. De jongelui van nu, die kennen de mens niet. Ik ken de mens. Kun je niet ophouden met dat zenuwige priegel? Een vlieg. Haal hem mee op. Denk erover om weer te gaan werken. De genezende directeur zei, mannen zoals jij kunnen wel te gebruiken. Het was maar 2 jaar geleden, maar... Hou op met dat gepriegel. Weet je wat hij zei? De jongelui van nu, die kennen de mens niet. Weg ermee! Waarom moet dat nou? Hey. Voor jullie is niks veranderd. Voor mij wel. Ik denk ik ga langs en ik zal ze allemaal laten zien wat er voor mij veranderd is. Voor jullie is er niks veranderd. Hij was daarmee bezig. Je moet heel erg gaan oppassen, Mara. Jullie zuipen te veel. Dat is jullie probleem. Hij was veranderd. Er was iets gebeurd. Dat is wel duidelijk. Sukkels. Schoonheid. Jean-Paul. Een heel clubje potentiële moordenaars bij elkaar. Henri Beckering stond zo'n 30 jaar geleden bij alle cafés bekend als de enige raden communist van Amsterdam. De enige? Kan je dat zijn? Rare communist in je eentje? Met dat soort vragen moet je nou net bij Van der Scheur zijn. Nee, maar in het begin was hij ook niet eens eentje. Ze waren met z'n tweeën. En toen ging die ander dood. Dus toen bleef hij over. En die ander ging dood onder verdachte omstandigheden. Zie je nou wel? Wat moet hij daar nou? Paul, Van der Scheur weet heel goed wat hij doet, hoor. Dan hebben we Luitsen Brouwer. Oftewel, Louis Verheggen. Die was in een grijs verleden leraar wiskunde. Alleen jammer genoeg kon meneer Verheggen met zijn fikken niet van die jonge meisjes aan blijven. Ah, meneer Verheggen kon buiten de wiskunde geen maat houden. Ja, hij vergreep zich. En dan, Bert van Zanten, zo heet hij. Hij was jarenlang verpleger, alleen niet zo'n fijne. Het was een echte sadist. Hij experimenteerde op vrouwelijke patiënten en hij gaf ze spuitjes met een extract van Lita Vesicatoria. En dat is? Het Spaanse vlieg. Hij liep uiteindelijk tegen de lamp. Omdat hij net een spuitje te veel gaf. Het begint op een heel zootje TBS-gevallen te lijken. En niks over die juffrouw Pijpenkrul. Nee. Was je blij hem te zien? Hij zorgde voor opwinding. Een reden om te leven, zeg maar. Zo. En noemde me altijd schoonheid. Schoonheid. Hij zei het op een manier die maakte dat je hem geloofde. Schoonheid, word jij nou telkens jonger of ben je echt een onsterfelijke schoonheid? Kent u dat, rechercheur? Dat je aders tintelen omdat iemand zegt dat je mooi bent? Misschien.
In zijn ogen zag je het plezier van het kijken. Zo priemde. Hij maakte me altijd aan het lachen. Ik heb iets voor je. Hij bracht altijd cadeautjes mee. Maak maar open. Een ring? Een ring. Een ring, ja. Wilde hij met u trouwen? Wil je met me trouwen? Waar heb je hem vandaan? Ach, jij herkent hem. Hendrik en Charlotte tot de dood ontscheidt? Je hebt het recht niet om in mijn verleden te vroeten. Dat in je uit te blijven. Jij hebt daar niks te zoeken. Daar. Grommendonk. Dat is vlakbij Antwerpen. Jij hebt daar niks te zoeken. Je vergist je. Als iemand daar iets te zoeken heeft, dan ben ik het wel. En dat weet jij best. Want jouw verhaal, liefste, is ook van mij. Nu wil ik eerst wat drinken. Wat is dat voor verhaal? Hou je er buiten. Ik hoorde dat je niet meer dronk. Zo, hoorde je dat? Door die dunne muren. Ik wil iets drinken. Wat is dit, wijn? Je zou het verleden laten rusten. Dat was de afspraak. Daarom zijn zij hier, daarom ben ik hier, daarom ben jij hier. Na de laatste keer was ik vast van plan om met je te trouwen, Charlotte. Ook al had je nee gezegd. Ik wil niet met je trouwen. Ik zou persoonlijk ook niet met hem willen trouwen. Wat een type zeg. Ik denk dat hun verhalen ook gehoord mogen worden. Die zijn vast ook heel prachtig. Denk je niet? Ik zou het niet weten. Ja, dat weet je wel. Ik weet het niet. Zij houden hun verleden op slot. En ik het mijne. Goed. Jij zet mij vanavond het lekkerste eten voor. Ik heb iets te vieren. Ik zou eigenlijk wel eens willen weten wat voor verhaal dat is over Grobbendonk. Wat is er schoonheid? Niks. Ik zal een maaltijd voor je klaarmaken. Het leven had zo mooi kunnen zijn. Maar ze hebben het zo lelijk gemaakt. Ja, Grobbendonk. En het is iets tussen nu en zeg maar 30 jaar geleden. In België, ja, ja. Meneer Piet, u heeft ons nou gebeld, maar was u nou niet diegene die ons gisteravond... Niet zeuren, zoeken, in Grobbendonk. Grobbendonk. Politie. Wat deed u daar? Wat? Dat met die telefoon, u belde de politie. Om maar aan te geven, wat anders? Ik ben de politie. U bent de politie? Waarom doet u dan niks? Ik zal u zeggen waarom. Omdat u een lachertje bent. Ze is onschuldig. Dat zou u willen, ja. U wilt dat ze onschuldig is, maar die vlieger gaat niet op. Zolang haar schuld niet bewezen is, is ze onschuldig. Ik had niet gedacht dat u zo gemeen bent. Ik ben... U bent gemeen, u bent gemeen. Ik kan het niet anders zeggen. Gemeen. Niet gemeen. Ah, maar ja, merci. Grobbendonk, daar is ooit ene Henk van de Akker dood aangetroffen in zijn woonhuis aan de Nieuwe Kaai nummer 7, Wurging. Zijn vrouw Charlotte is met de Noorderzon vertrokken. Daar hebben we nooit meer wat van gehoord. Zijn vrouw Charlotte? Ja, precies. De zaak zit in de ijskast en volgens onze Belgische collega's komt hij daar niet meer uit. Dat is dus precies dezelfde Hendrik van den Akker die ooit vroeger eigenaar is geweest van het hotel, zegt het kadaster. Er gingen geruchten over mishandeling. Hij had last van losse handjes en niet alleen losse handjes, maar ook een losse pielemuiter, als het ware. Goed, meneer Van der Scheur. Wij ontvluchten hier allemaal ons verleden. Onze waanzin. Zelfs onze waanzin paste niet in de hokjes die onze samenleving daarvoor getimmerd heeft. Toen kwam hij. Hij heeft ons als stinkzwammen van de mestvaalt geplukt en ons hier op kweek gezet. In zijn experimenteertuin. Hé, hey, Luitse. Voor ons, die uit de goot zijn opgepakt. Dan zit hier het paradijs. Nou, luid ze. Hier. Hij gaf ons een plaats. Hij gaf ons een naam die bij ons paste. Zodat we iemand werden. Want wat waren wij nou? Weefselverspilling waren wij. Zeg, hoe zit dat nou met die A kwadraat en B kwadraat? Hier, tekenen dus voor me hier op dit servetje. Op gezette tijden kwam hij naar ons toe. Om ons te vernederen. Veel geld uit te geven. En weer te vertrekken.
Dat hoorde bij zijn onderzoek. Nee, hier. Ik wil het op dit servetje. Deze keer ging hij verder dan gewoonlijk. Veel verder. Een grens voorbij. Nou kijk, als je de zijde van dat grote vierkant A en B stelt, dan is de oppervlakte natuurlijk A plus B in het kwadraat. Zo. En van een punt? Hoezo van een punt? Nou, wat is de oppervlakte van een punt? Een punt heeft geen oppervlakte. Ik zie een punt. Dus heeft hij oppervlakte? Nee, een punt heeft geen oppervlakte. Luister alsjeblieft. Een punt is niets. Dat is niet waar. Een punt is een punt. En dus heeft hij de punt als oppervlakte. Ja, daar geldt het dan niet voor. Dat is toch een wet? Maar toch niet voor punten? Ach, daar klopt niks van. Toen kwam het. Charlotte! Schoonheid! Jus! Schoonheid. Het is heerlijk. Je hoeft het niet te pikken, juffrouw. Je moet dus goed naar mij luisteren. Je hebt hem gewurgd, toch? Ja, hoor. Haar mannetje sloeg haar. En haar mannetje sloeg haar niet zomaar een beetje. Nee, haar mannetje sloeg haar bont en blauw. Haar mannetje liet alle hoeken van de kamer zien. En toen heeft Charlotte haar mannetje vermoord, toch? Je bek. Charlotte. Zo. Charlotte. Dat klinkt wel heel vertrouwelijk. Voor mij hield ze de benen ook niet tegen elkaar, hoor. Pierre. Meneer Pierre. Wijn. Het wist ik niet dat u met Charlotte... Zeg eens, Charlotte. Waarom nu juist hem? Je had iedereen hier kunnen pakken. Maar hem nu net niet. Charlotte Corday neukte niet met Robespierre! Maar jullie houden je niet meer aan de regels, hè? Langer niet. Maar goed, het interesseert me niet. Ik heb er genoeg van. De zee geeft en de zee neemt. En ik ben de zee. Ik heb jullie allemaal een nieuwe naam gegeven. En nu neem ik hem weer van jullie af. Zo doen we dat, als je je niet aan de regels houdt. Morgen wordt het hele pand ontruimd. En jij? Jij kookt te vet. Oh, Chopin, hou op met die herrie! Wat geeft het nou als die speelt hij toch? Laat die man ophouden met dat gepingel! Hey, jongens, kijk eens wie we hier allemaal hebben. Louis Vrijgen? Berry van Zanten? Henri Beckering? Oh, excuus, kameraad Beckering. De enige echte radencommunist deelde alles met zijn enige andere communist. Behalve die ene vrouw. Pleegde hij een passiemoord op die andere communist. De enige andere radencommunist. Oh, je bek. Oké. Ik ben al uitgegeten. Ik ga slapen. Eerst even in bad. Of nee? Ik ga misschien kotsen in bed. En dan bel ik jou, Charlotte. En dan mag jij het allemaal komen schoonmaken. Daar hou je toch zo van? Hij bedreigde ons voortbestaan. Ik begin het te begrijpen, meneer Pierre. Ook dat u de politie heeft gebeld. U wilde Charlotte aangeven. Uit wraak. U bent jaloers. Op hem? Hij is dood, hoor. Nee, niet op hem, op mij. U leeft, ja. U hebt Charlotte verraden aan de politie.
Wat gaat er nu eigenlijk gebeuren, meneer Van der Scheur? De moord oplossen, dat is één. Wij hadden eigenlijk gehoopt hier te kunnen blijven, maar dat zit er zeker niet in? Nee, dat denk ik niet. Kom je doen? Kom met je slapen. Ik heb niks aan tweedehandjes. Ach, het was niks. Met een uitgevrongen dweil, dat ben je. Ik wilde nog wel met je trouwen. Maar dat hoeft nou ook niet meer. Hè? Toe. Slaap met me. Nee, het lijkt me niks. Ik kom hier niet meer. Het is afgelopen. Nou, ik kan ook helemaal niet meer komen. Ik laat morgen het hele huis leeghalen. Het eerste wat ik doe, morgenochtend. Dat doe je niet. Oh nee? Let jij maar eens op. Je mag alles met me doen. Je mag alles met hen doen, maar dat niet. Zeg mij, hebt gij Charlotte van der Akker, uw wettige echtgenoot Hendrikus van der Akker, met uw nylonkous gewurgd tot de dood erop volgde? Wat is er op uw antwoord? Waar wachten we eigenlijk nog op? We gaan een moord plegen. We gaan een dader aanwijzen, Van der Scheur. Nee. Het was één messteek recht in zijn hart, dus één iemand moet het gedaan hebben. Ik wil alleen niet weten wie. Zo, klaar. En als jullie willen opruimen wat er op mijn kamer ligt, ga je gang. Hufter. Hufter? Zo, ben ik een hufter? Misschien wil jij nog wel een lekker kliekje. Ze is heel smakelijk vanavond. Het is maar een vrouw, Pierre. Wat heb je met haar gedaan? Wil je weten wat ik met haar heb gedaan? Ik heb haar geslagen. Heel hard. En veel ook. En toen heb ik haar geschopt. Dat is niets prettigers dan het schoppen van een vrouw. Vooral als ze daar zo zit. Als een viervoeter voor je op de grond. Of moet je dat staan noemen? En dan kan je prachtig met de volle wreef zo midden in de buik. Je hebt een vrouw in elkaar getrapt. En jullie lieten het gewoon gebeuren. Hij sloeg er elke keer. Alleen nu wat harder. Hij deed Weile haar man na. Hij deed Hendrik van der Akker na. Ze zag er niet uit. En ze wilde geen hulp. Ze was volkomen in elkaar geslagen. Geschopt. Nee, heren. Ik doe dat heel voorzichtig. Je ziet niks. Ik weet hoe dat moet. En toen pas deden jullie iets. Toen pas namen jullie wraak. Je had veel eerder moeten ingrijpen. Je kan dit toch niet zomaar laten gebeuren. Politie? Ja, hè. Een moord. In Hotel Socrates. Socrates.
Ja, dat is Grieks. Nou, kom maar kijken, zou ik zeggen, dan zie je het zelf. Mijn naam? My name is nobody. Ik ga in bad. Het was me een waar genoegen, heren. Maar morgen is alles kapot. Hij begon zich zorgvuldig uit te kleden. Hij had het lichaam van een Bourgondier. Wie heeft hem vermoord? Doet dat ertoe. We zijn schuldig van de scheur. Zie ze kijken. Oh, kleine mannetjes met kleine vraagjes. A kwadraat en B kwadraat lopen samen over de treinrails. Tjoep, tjoep, tjoep met C kwadraat. Kleine mannetjes met Chopin en kop en kwastjes aan hun vingers. Schilders denken ze te zijn. Van alles. Maar ze zijn niks. Ze zijn eenzaam. Dat is alles. Jullie zijn mijn ratten. En ik ben jullie rattenvanger. En twee keer per jaar kom ik hier met jullie spelen in dit rattendoolhof. Ja, twee keer per jaar, 20 jaar lang. Ja, dat is al lang genoeg, zou je zo zeggen. Ja, kijk maar, heren. Kijk maar gerust. Hier ligt een filosoof. De filosoof van deze donkere tijd. Eentje die geen boeken hoeft te schrijven. Waarom boeken schrijven als je dit kunt maken? Maar dat dit... is toch uit? Luister, jij... Jij hebt met haar genukt, Pierre. Jij hebt haar verwend. Maar wat stelt dat nou voor? Ik heb haar vernederd, ik heb haar geslagen. Toen heb ik haar verkracht, ik heb haar volgespoten met mijn zaad. Daarna heb ik haar getrapt en was zo hard dat ze nauwelijks meer overeind kon komen. En heerlijk was dat. Heerlijk. Kun jij je niks bij voorstellen, hè? Verstopte, eenzame, zielige zieltjes. Jullie zijn pathetisch. Ik ben God niet. God is dood. Leve God. Oh,
moeten we weer eens aan de slag.